spieroefening is het lekker makkelijk dat je je een beetje omhoog kan gooien. Het is goed voor je core. Dus leuke opwarmingsoefening voor de buik en je core. Lekker helemaal de lucht in. Dan ga je eigenlijk in een soort down dog staan. Mocht je wel eens yoga hebben gedaan, dan weet je misschien wat ik bedoel. Zo niet, dan gewoon op je handen en je voeten met je billen helemaal de lucht in. Dan ga je je been naar achter strekken en vervolgens naar je elleboog toe brengen. Hierbij train je je buikspieren, trek je navel dan ook goed in en je core train je mee. En eigenlijk ook je billen nog. Goed hè? Met deze side lunge ga je je billen pas echt voelen als het goed is. Je tipt hem diep naar beneden in de zijkant en goed je hakken in de grond duwen en je terug afzetten. Het veert ook wel makkelijk mee als je je handen hebt zoals ik, met je ellebogen wat naar je knieën toe. Deze lunge is een leuke combinatie omdat je hem eerst voor en dan in het midden en dan weer achter neerzet. En zo activeer je zowel je bovenbenenspier als je bilspier. Die pak je dan vooral als je naar achter stapt. En hoe groter je de stap maakt, hoe meer je ook je bilspieren mee traint. Bij deze lunge kickback maak je weer een lunge en na de lunge probeer je je been naar achter op te gooien. Dus je voet, hup, de lucht in. En daarbij je billen goed aanspannen. Want hiermee activeer je echt nog extra je bilspier. Deze combinatie vind ik ook erg leuk, want dan kan je lekker doorgaan. Je zet hem voor, je zet hem aan de zijkant. Je maakt eigenlijk een soort vierkantje voor jezelf in je hoofd. Dus je begint voor, dan ga je naar de zijkant, dan naar achter, dan je andere been achter, dan weer de zijkant. En dan ga je weer terug naar voor, dan doe je andere been voor, en dan ga je weer naar de zijkant, en dan weer achter. Andere been achter en dan weer naar de andere zijkant en zo maak je een rondje. Probeer dit rondje ongeveer 5 keer te maken. Die zal je wel lekker voelen gaan branden. Nou, neem eventjes rust en daarna gaan we stappen zetten met een lunge en na die lunge gooi je knie op. Zet een lunge knie op, zet een lunge knie op, zet een lunge knie op. Probeer zo een stukje vooruit te lopen. Bedankt voor het kijken naar deze workout. Wil jij een gemiddelde volledige workout doen? Doe deze routine dan helemaal 2 keer. Wil je echt een heftige workout? Dan doe je hem 3 keer. Succes! Weer doorreizen. Vandaag gaan we naar Palm Springs en ik ben echt super benieuwd wat dat weer allemaal gaat brengen en wat we verder nog gaan doen vandaag, want dat weet ik nog niet. Ik moet nog even wachten op de vriendjes die wakker moeten worden, of in ieder geval die van mij. Nou, zin in! Volg ons ook op Instagram @ohmyfitness.nl.